Hallo allemaal, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Mr. Rhino en vandaag is het donderdag. Vandaag gaan we weer aan het werk. We gaan proberen om er weer een mooie dag van te maken. Dus het wordt allemaal weer top vandaag. In ieder geval, ik zat gisteren of zoiets op Facebook te scrollen. En een van de pagina's die ik volg op Facebook, die had zo'n foto geplaatst van over Mark Rutte en hoe hij een leugenaar is, dit en dat. En ik denk dat we het er wel, dat we het bijna allemaal er wel over eens kunnen zijn dat Rutte inderdaad een heel slechte premier is. Maar ja, de vraag is, als Rutte wordt weggestemd of opstapt, dan is nog de vraag, wie moet hem dan opvolgen? Persoonlijk heb ik dan liever een linkse premier zoals Jesse Klaver of Lilian Marijnissen. Maar rechts Nederland is het daar waarschijnlijk niet mee eens. Ik heb bijvoorbeeld een conservatieve Nederlander op Facebook horen zeggen dat Klaver of Marijnissen nog erger zouden zijn dan Rutte. Daar ben ik het niet bepaald mee eens. Ik bedoel, tuurlijk, links Nederland kan wel aardig azijn pissen over van alles en nog wat. En we passen ons altijd maar aan de kleine minderheid, omdat zij zich aan bepaalde dingen storen. Zoals bijvoorbeeld de Afrikaanse en de Aziatische Efteling poppen. Ik bedoel, het is bullshit dat zo'n jarenlange traditie wordt aangepast. Slechts omdat een kleine minderheid zich daaraan stoort. Maar toch ben en blijf ik een democratisch socialist. Ik hou nog steeds een links standpunt in de politiek. Want met Geert Wilders als premier zijn we denk ik ook niet beter af. Ik bedoel, tuurlijk, ik ben het niet altijd eens met Geert Wilders. Ik ben het niet altijd eens met wat hij zegt. Maar zo nu en dan ben ik het wel met hem eens over bepaalde punten. Bijvoorbeeld, dit heb ik wel vaker uitgelegd en dat zal ik nog wel een keer uitleggen. Een van de punten waar Wilders bijvoorbeeld gelijk over heeft, is dat wanneer een echtpaar bijvoorbeeld zeg maar 50, 60 jaar getrouwd is en een van hen moet naar een verzorgingstehuis omdat die niet meer thuis kan wonen, maar de ander die mag dan niet mee naar het verzorgingstehuis omdat die te goed te been is om in een verzorgingstehuis te wonen. Terwijl met al die asielzoekers hun hele familie naar dit land wordt gehaald. Omdat het zielig voor hun is. Dat is discriminatie tegen het eigen volk. Maar goed. Het punt is, rechts Nederland zit het niet zitten dat we een linkse premier als Jesse Klaver of Lilian Marijnis of zoiets krijgen. Ik ben het daar niet bepaald mee eens.
Want ondanks dat links-Nederland zo kan zeuren over bepaalde dingen, hebben ze het vaak nog wel het beste voor met het volk. En dat kunnen we niet bepaald van Mark Rutte en de VVD zeggen. Dacht ik maar zo. Het punt is, links-Nederland heeft zo zijn goede en zijn slechte kanten. En rechts-Nederland heeft zo zijn goede en zijn slechte kanten. En voor de mensen uit rechts-Nederland die zeuren dat een linkse premier niet zal werken, daar ben ik het niet bepaald mee eens. In ieder geval, als ik verder nog wat te melden heb vandaag, dan laat ik het jullie weten. Zo, hier was ik weer met meer nieuws. Laten we het eens gaan lezen. De Canadese investeringsmaatschappij Brookfield overweegt een overname van telecombedrijf KPN. Dat meldt persbureau Bloomberg donderdag op basis van anonieme bronnen. Brookfield zou al gesprekken hebben gevoerd met Nederlandse pensioenfondsen over een mogelijk gezamenlijk bod, maar knopen zijn nog niet doorgehakt. De Canadezen hebben KPN nog niet benaderd. Een woordvoerder van KPN zegt niks te kunnen vertellen. We gaan niet in op geruchten in de markt. De marktwaarde van de grootste telecomaanbieder van Nederland bedraagt ongeveer 11,5 miljard euro. Het aandeel KPN schoot naar de geruchten 5,5% omhoog op de beurs in Amsterdam. Omstreeks 14:10 was een aandeel van KPN 2,67 euro waard. Een eerdere overname poging van KPN door het Mexicaanse Americamobil, een bedrijf van multimiljardair Carlos Slim, ter waarde van 7,2 miljard euro strandde in 2013. KPN wist de overname poging van zich af te slaan door de beschermwal tegen vijandige overnames. Het concern heeft namelijk een speciale stichting die als verantwoordelijkheid heeft de continuïteit, onafhankelijkheid en identiteit van KPN te beschermen. Deze stichting heeft speciale aandelen die kunnen worden omgezet in aandelen met stemrecht om een overname tegen te houden. Slim had op een gegeven moment zo'n 30% van de aandelen. Maar medio september vorig jaar was dat aandeel verkleind naar 16,8%. Woensdag maakte KPN haar kwartaalcijfers bekend. Het bedrijf haalde afgelopen kwartaal een omzet van 1,4 miljard euro. Een daling van 1,1% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2017. De aangepaste winst steeg van 56 miljoen euro naar 62 miljoen euro. KPN kampt al langer met moeilijke marktomstandigheden. Over eventuele ingrepen in het personeelsbestand, waarover geruchten de ronde deden, wilde het telecombedrijf uit Rotterdam niets kwijt. Eerder werd al bekend dat KPN af wilde van merknamen als Access for All, Telfort en Yes Telecom. De aankondiging dat Access for All verdwijnt leidde tot veel protesten bij Access for All abonnees. Ja, Rhino's. Er gaan dus geruchten rond op de markt Brookfield de KPN wil overnemen.
We zullen wel zien wat er zal gaan gebeuren de komende tijd met KPN. Dat kunnen we alleen maar afwachten. Als ik vanavond nog wat te melden heb, dan laat ik het jullie weten. Zo, het zit er weer op voor vandaag. We hebben weer een interessante dag gehad. Dus laten we proberen om de volgende vlog weer een interessante dag te maken. In ieder geval, we eindigen de vlog hier. Dus dames en heren, ontzettend bedankt voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem tof. Vergeet dan niet even een reactie achter te laten. Geef even een blauw duimpje omhoog, zodat ik meer digitale heroïne kan snuiven. En abonneer je gelijk op mijn kanaal hier beneden. Like even mijn Facebookpagina. Op Facebook ben ik te vinden als Mr. Rhino. Dan blijf je op de hoogte van dingen die ik daar plaats. En volg me op Instagram. Op Instagram ben ik te vinden als Alex Neushoorn. Dan blijf je op de hoogte van eventuele dingen die ik daar plaats. Kijk elke vrijdagavond naar The Voice of Holland op RTL 4, 8:30. Super muzikaal programma. Kijk ook elke zaterdagavond om 8 uur naar Holland's Got Talent. Ook een superleuk programma om te kijken. In ieder geval, ik hoop jullie weer te zien bij een gloednieuwe vlog. En dan zeg ik nu zoals altijd, later.